Op dit moment ben ik 26 en tot nu toe heb ik 2 studies gevolgd. Een mbo-opleiding. Dit was een 3-jarige opleiding en het heette Media Management. Daarna heb ik een tussenjaar gehad, omdat ik niet zo goed wist wat ik wilde. Uiteindelijk heb ik een hbo-studie uitgekozen. Dat was de studie Creative Business. Daar heb ik 4 jaar over gedaan. En na die studie dacht ik, oké, ik wil in de toekomst wel weer eens gaan studeren. Maar ik ben nooit echt een groot fan geweest van het hele schoolsysteem. Dus ik dacht, weet je, als het ooit weer eens op mijn pad komt of ik heb ideeën, dan kan ik altijd een cursus volgen en alles op mijn gemakje doen. Alleen, ik wist nooit zo goed wat voor soort cursus. Maar vanaf deze maand ben ik begonnen met de opleiding, of nou ja, cursus, Professional Organizer. Dit voelt als iets enorm impulsief. Is het ook een klein beetje. Ik werd vanochtend wakker en ik dacht, weet je, laat ik weer eens gaan beginnen aan een opleiding, aan een cursus. Want ik ben nu 2 jaar, misschien langer zelfs, al klaar met mijn hbo-opleiding. En ik heb altijd gezegd, ik ben nooit uitgeleerd en ik ben al lekker aan het werk en dat bevalt. Maar soms heb je gewoon het gevoel dat je meer wilt, alleen je weet niet wat. En ik vind het altijd wel fijn om mijn kennis te verbreden, boeken te lezen, vaardigheden te ontwikkelen. Alleen, ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met school. Want ik heb een mbo en hbo opleiding gedaan, allemaal netjes afgemaakt. Alleen, toen was mijn bijna volledige focus alleen maar school, maar nu werk ik fulltime. Maar ik werd vanochtend wakker met het impulsieve idee om dus misschien weer te gaan leren. Iets wat al heel lang bij me aan het knagen is, is om meer met mijn passie voor opruimen en organization te gaan doen. Al sinds dat ik me kan herinneren liggen daar mijn interesses. Ik ben er graag mee bezig met mijn huis opruimen en organiseren. Alleen ik dacht, weet je, laat ik het gewoon professioneel gaan aanpakken. Laat ik er een opleiding voor doen. Dus ik heb research gedaan naar een cursus. Heel veel dingen weet ik al. Of althans, dat denk ik. Hè? Ik ben zo'n persoon die denkt, oh, ik weet het al. Ik hoef er niet meer voor te leren. Maar aan de andere kant, dit kopje weet nog niet alles. Dat mag ik ook even wel zelf inzien. Dus waarschijnlijk ga ik terug naar school. Of nou ja, ik ga een thuisstudie volgen. Ik heb me nog niet aangemeld, maar ik denk dat ik dat wel binnen nu en een paar dagen ga doen. Ik heb ook echt zo'n nu of nooit gevoel. Als ik het nu niet ga doen, ga ik het waarschijnlijk nooit doen. En dan ga ik het wellicht alleen maar uitstellen en dan komt het nooit van. Wat ik eigenlijk best wel grappig vind, het is einde zomer. Dus de back-to-school periode komt er eigenlijk aan, want na dit weekend is het september en in september beginnen de scholen weer. Dus misschien is dit wel gewoon een teken om het gewoon lekker te doen voor ongeveer een halfjaartje. Misschien is het iets langer dan een half jaar, de studie, volgens mij 7 maanden, 8 maanden, iets in die richting. Ik vind het eigenlijk best wel een perfect moment om nu van slag te gaan. En ik wil het vastleggen. Ik weet niet, ik krijg er energie van als ik er over begin aan denk. Maar aan de andere kant denk ik ook van, help, hoe ga ik dit met mijn tijd doen? Want mijn dagen zitten 9 van de 10 keer volgepland met werk, mijn sidejobs. Of nou ja, ik zeg sidejob, ik werk fulltime. En ik heb social media als werk. Dus ik ben altijd wel lekker bezig. Maar dit, ja, iets in mij zegt dat ik het gewoon moet gaan doen. Een reden waarom ik voor deze cursus heb gekozen is omdat ik het heel erg toegankelijk vond om hiermee te beginnen. Want ik moet sowieso weer even wennen aan het hele studeren, leren, vraag maken en beantwoorden, toetsen. Het zijn allemaal onderdelen waar ik eigenlijk een klein beetje een trauma aan heb overgehouden van mijn afgelopen studies. Dus ik wil er weer eventjes aan wennen. En mocht dit ook bevallen, wellicht dat ik in de toekomst 1 of meerdere cursussen nog gaan doen. Want ik zeg altijd tegen mezelf, ik ben nooit uitgeleerd. Ik wil mijn kennis gaan verbreden. Ik wil nieuwe skills gaan ontwikkelen. Maar soms weet je gewoon niet waar je moet beginnen. En iets wat heel erg toegankelijk aanvoelt, voelt voor mij in ieder geval als de juiste stap. Ik heb een pakketje van LOE binnengekregen. En
Ik denk dat hier lesmateriaal in zit. Ik weet niet per se wat voor soort boeken ik kan verwachten. Want volgens mij is ook een deel digitaal. We hebben hier een boek. Professional Organizer. Het is officieel. En dat zit basiskennis ondernemerschap. Ik heb een, wat was het nou? Was het een minor gedaan in ondernemerschap? Ik had iets met ondernemerschap gedaan tijdens mijn HBO. Dus ik ben er al bekend mee. Dus dit is niet per se heel nieuw voor mij. Maar wel altijd handig om even mijn kennis op te frissen. Dus dit zijn mijn schoolboeken. Wat is dit? Succes met je studie. Oké, het is officieel. We gaan studeren. En het lijkt me ook gewoon heel erg leuk om het hele proces vast te leggen voor mezelf, maar ook voor de rest van mijn wereld. Het is natuurlijk een proces, want ik ga zoveel nieuwe dingen leren. Ik ga mijn kennis verbreden, ik ga mijn skills natuurlijk verbreden. En het is ook gewoon zo leuk om te zien om mezelf als persoon, als professional te zien groeien en hoe ik het ook gelijk toepas. Omdat ik er al zoveel zin in heb, ben ik net alvast begonnen met studeren. Ik heb de eerste stappen gezet. Ik moest namelijk een podcast gaan beluisteren over professional organizing. Dus dat was interessant. En dat is eigenlijk nog best wel wat chill. Dus ik had de koptelefoon op en lekker ben het lekker wezen luisteren. Dat was een half uurtje. De volgende stap is het lezen van het eerste hoofdstuk. Misschien dat ik daar vandaag ook al aan ga beginnen. Of ik doe dat later deze week. Maar ik ga lekker alles op mijn gemakje doen. Ik wil wel wekelijks momenten inplannen dat ik aan de studie ga. Want anders komt het er nooit van. Dus ik ga even kijken hoe mijn weken eruit komen te zien. Misschien een paar uurtjes per dag of een uurtje per dag. Het is voor mezelf wel even goed om wel vaste momenten in te plannen. Want dan weet ik ook waar ik aan toe ben. En omdat ik zo enthousiast ben, heb ik ook een Instagram story geplaatst met de aankondiging dat ik deze cursus ga volgen. En ik kreeg ook echt wel meerdere DM's binnen met de vraag waar ik de studie doe. En ook dat iemand eigenlijk hulp nodig heeft met het organiseren. Dus ik heb een berichtje gestuurd met dat ik haar best wel wil helpen. Ja. Ik moet ook oefenen. Mocht ik hier wel later mijn baan van willen maken, dan kan oefening geen kwaad. Want ik ben bekend met het opruimen van mijn eigen spullen. Maar andermans spullen, ja, dat is toch een ander pakje aan. En dus ik ga gelijk nu. Dat is ook zo random. Dus ik ga nu al advies geven, opruimadvies voor andere mensen. Dus ik heb een foto ontvangen. Hier is de foto. En op basis van deze foto ga ik opruimadvies geven. Ik vind het wel spannend. Maar ik vind het wel een goede manier om, wat ik zei, te oefenen met dit vakgebied. En mijn interesse zit er natuurlijk al. Ik krijg er ook helemaal energie van. En dat is iets wat ik de afgelopen tijd best wel miste. Dat ik energie kreeg van dingen. Dus ja, ik kijk er al helemaal naar uit. Ik ben nu al een aantal weken bezig met de studie. Ik moet wel zeggen dat ik het wel uitdagend vind om er tijd voor vrij te maken. Ik vind het wel heel erg prettig dat je niet vaste lesmomenten hebt. Want dat mis ik totaal niet aan school. Want ik vond het verschrikkelijk om echt in de les te zitten, geforceerd te worden om te luisteren. En nu kan je zelf je momenten indelen. En nu ben ik ook zoveel meer gemotiveerd. Ik moet zeggen dat ik nog best wel moet wennen aan het hele studeren, opdrachten maken, lezen. Ik ben blij dat het me interesse heeft. Dus daardoor blijf ik wel gemotiveerd. Maar meer het uitvoeren van een opdracht. Ik heb toch wel een klein beetje trauma's aan school overgehouden. Want ja, ik ben heel wel perfectionistisch, dus ik wil het gewoon goed doen. Alleen nu is het zo van, ja, wanneer is iets goed? Wanneer kan ik door? Dat vind ik wel het lastige aan thuis studeren en alles zelfstandig doen. Maar aan de andere kant, ja, als ik gewoon beschik over de kennis, dan weet ik genoeg voor dit moment. Maar
Ik vind het gewoon moeilijk om te weten wanneer iets voldoende is. Maar ik heb er in ieder geval nog steeds heel veel zin in. Dit is trouwens de online leeromgeving. En op dit moment heb ik al dit afgewerkt. Dus als je het zo bekijkt, heb ik 1 onderdeel al af. Ik heb laatst een samenvatting gemaakt van het eerste hoofdstuk. Ik merk dat ik nog wel echt moet wennen weer. Want ik ben zo slecht met samenvattingen maken, want ik vind alles belangrijk. Maar dit is wel een goede manier om met de stof bezig te zijn. En de volgende opdracht is eigenlijk best wel leuk. Want ik moet namelijk before en after foto's gaan zoeken van organization settings. En dat doe ik in mijn vrije tijd regelmatig. Even wat inspiratie opzoeken op Pinterest. En dan is het de bedoeling om te gaan noteren wat ik er zo leuk aan vind. Wat ik zelf ook zou doen. Of wat ik niet zou doen. Of anders zou doen. Dus we gaan eventjes analyseren. En bij de module staat er ook altijd hoe lang ze denken dat je ermee bezig zal zijn. En ik moet zeggen, ik ben nooit het maximale eraan kwijt. Vaak gewoon het minimale. Ik ben benieuwd hoe lang ik ermee bezig zal zijn. Ze zeggen dat men gemiddeld er 7 maanden over doet. Ik moet zeggen dat ik tot nu toe best wel lekker vlot bezig ben. Dus er is een kans dat ik er sneller over doe, maar misschien ook wel langer. Maar we zullen zien, het ligt ook een beetje aan mijn eigen tijd. Dit was dan mijn eerste back to school video. Gelijk de kick-off van deze miniserie. En dan hoop ik je snel weer te zien bij een volgende video.